How Do You Do is eigenlijk een reactie op heel veel events waarbij ik het idee heb dat ze ten eerste heel erg voor een eigen bloedgroep zijn. Dus een marketeers event voor marketers en allemaal eigen dingen. Die proberen een beetje dat breder te trekken. En het tweede wat we heel erg proberen te doen is een reactie zijn op events waarbij je één fantastische spreker hebt en die staat daar bovenaan. En die, oh, fantastisch, en het wast helemaal over je heen. Dus wat ik leuk vind aan een event als dit, is dat juist iedereen heel gelijk is en iedereen heel erg toegankelijk aan zo'n tafel kan vertellen over waar je nou mee bezig is. Ik vind het concept eigenlijk heel goed dat je aan verschillende tafels kan zitten, met verschillende onderwerpen hebt. Je bent gewoon met mensen aan het praten over hun project en waar ze naartoe willen, waar ze vandaan komen. En dat is heel goed. Ontmoeten en kijken of je aan kan haken bij projecten en je kennis mee kan delen. Dat is te gek. It was nice to have such an urgent response from people around the table who seemed intrigued and maybe they will help me with some of my critical and theoretical difficulties. Naar elkaars ideeën deelt, dat stimuleert mijn eigen ideeën en mijn eigen creativiteit. Neem ik mee naar huis. Ik denk dat een van de leuke dingen van het event is dat je een heel brede groep mensen hebt, maar ook grote namen, kleine namen door elkaar heen. Dus je kan hier aan tafel achter me zitten met Bruce Sterling op dit moment, maar je kan ook met de Talent Pit Awards hier zitten. Het is ook leuk om te zien waar allerlei mensen mee bezig zijn. Ja, heel veel inspirerende projecten. That's right, that there's just so much, that, like a lot to absorb. Het opent voor mij ook weer deuren om te zien van, hey, dat is weer een totaal andere invalshoek als waar ik mee bezig ben. Je krijgt echt superveel indrukken in een korte tijd. Putting everybody in a giant reactor and seeing what comes out. A lot. I think a lot to take in and I will take a lot home.